Ik begrijp best. Er bestaat een filmpje op internet. Wij hebben het hier nooit uitgezonden, maar dat doe je niet. Maar we kunnen er wel over praten. Dat Louis een toespraak staat te houden. Adolf Hitler staat een toespraak te houden. En dan hebben ze Louis' stem hebben ze daarin gemonteerd. Ja. Nou, je merkt er niks van. Je bescheurt je. Je bescheurt je van het lachen. Maar Louis kan niet om grappen waar hij de hoofdrol in speelt. Ik moet zeggen dat er een speech van Hitler met jouw stem wordt uitgezonden. Ik wil niet moeilijk doen, maar het gaat redelijk ver. Toch? Ja. Nee, maar het is... Satire! Het is inderdaad satire. En Lucky TV is veel onschuldiger. En ik kan me echt... een broer te lachen, want ik heb zo'n hekel aan dat koningshuis hier in Nederland. Ja. Als dan dat koningshuis hier op de hak genomen wordt. Maar die heb ik nog nooit horen klagen. En Louis, die krijgt een stoel bij die vreselijke talkshow die van tevoren helemaal doorgesproken is. Want spontaniteiten staan er niet bij. Alle vragen zijn van tevoren doorgenomen, want die Linda, die begrijpt dat helemaal niet. Nee, zo'n redactie heeft dat helemaal doorgenomen. Dat zie je toch aan die show. Dat is allemaal ingestudeerd, zoals die Amerikaanse shows ook ingestudeerd zijn. Weet je wel, en dan kan Louis, die krijgt de volle vrijheid om zijn charme-offensiefje te doen. En kennen we de echte Louis niet, zeg geen Nederland. Zo, wat een sympathieke man is dat, zeg. Maurice van Rating uit Herten wil ook voor jou weten, Valentijn. Hij heeft ook gezegd dat hij de Nederlandse pers erger vindt dan de Spaanse, Duitse en de Engelse. Heeft hij dan een punt of niet? Hij wil niet? Helemaal ook niks met media te maken hebben, roept hij. Het liefst zou hij onder de grond leven en geen tv en geen kranten. Maar waarom ga je daar dan zitten in een programma wat door 1,5 miljoen mensen wordt bekeken? Ja, best bekeken uitzending, hè, Louis? Ja, maar dan... Ja, dan blijf je lekker thuis, bedoel je. Ja. Hij heeft ook nog een toekomstplan. Heb je zijn toekomstplannen gezien? Misschien aardig om even een klein stukje van de Linda Zomerweek te laten zien. De toekomst van Louis van Gaal. Ik wil psychologie studeren, want dat heb ik veel toegepast, denk ik. Echt serieus? Wil je dat helemaal op gaan pakken? Ja, natuurlijk. Ik heb al psychologie gehad op de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Maar dat is maar een klein gedeelte. Maar ik zou mezelf weer onder de loep willen nemen en kijken of ik het wel allemaal goed heb aangepakt. Maar goed, er komt gewoon een punt dat je ineens niet meer belangrijk bent. Nu, als jij wat zegt, dan, zoals je al zei, maar dan staat het over. Daar heb ik een hekel aan. Als ik maar twee woorden zeg, staat het... ik ben nu meer in de Nederlandse media als daarvoor. Slaat nergens op. Dus je kan niet wachten tot dat voorbij is? Denk je dat ik dat prettig vind? Dat vind ik helemaal niet prettig. Nee, niet ik, in media ik wil niet. Lekker ondersneeuwen, hoor. Ja? Ja, hoor. Wie is die lelijk dat hier naast hem zit? Dat is dan een knappe dame, voor je ook niet? Prachtige vrouw. Balletdanseres is dat, begrijp ik. Ik zag ook, ik denk, dat is een knap meisje. Ja. Maar daar was je meer door geobsedeerd, merk ik dan door wat Louis daar vertelde. Ja, dacht niet van. Hij wil psychologie. Nee, als hij daadwerkelijk psychologie gaat studeren, schrikt hij zich de pleuris van zichzelf als hij zichzelf gaat ontleden.